Kerstmis staat voor ons allen natuurlijk in het teken van vrede, gezellig samen zijn, aandacht voor elkaar en bezinning. En niet te vergeten, gezellig eten en drinken. Maar daarnaast is het steeds meer gebruikelijk om vooral op tweede kerstdag toch ook iets actiefs te doen. Op de fiets klimmen bijvoorbeeld. En als je dat doet, doe het dan gelijk goed. Op een ATB bijvoorbeeld, een all-terrain bike. En je doet mee aan de door TWC Ons Verzet uit Schaik georganiseerde speciale kerstveldfietstocht. Alle ingrediënten waren aanwezig en het was prima georganiseerd. Misschien een idee om zelf op tweede kerstdag ook eens mee te doen. Een goed voornemen zo vroeg in het jaar. Als er geen morgen was, zou ik mijn spaargeld plunderen. En geven aan een zwerver om hem even te zien glunderen. De eerste de beste knuffelen, niks ja, bizar. Ik ben Wilco van Schans, secretaris van wielervereniging Ons Verzet. En ik wil graag vertellen over Ons Verzet en over deze tocht in het bijzonder. Wij zijn een club van 65 leden. En deze kerstveldtoertocht maken wij mogelijk met 45 vrijwilligers. Dus dat is bijna 2/3 van onze totale ledenbestand die hier op tweede kerstdag bereid is om mee te helpen. Nou, die kerstveldtoertocht die is helemaal in de bossen van Herpelduin. Dus dat is een parcours van 40 kilometer. Mensen die ook iets minder willen kunnen 30 kilometer fietsen. Wij hebben veiligheid, ja. We hebben ook aan de veiligheid van de mensen gedacht. Wat wij hebben gedaan is een calamiteitenplan opgesteld. Daarbij is elke kilometer op een kaart ingetekend. Op het moment dat iemand ergens een ongeluk maakt, dan vragen wij aan die persoon van hoeveel kilometer heb ik op hotel staan. Ik noem maar wat, 17 kilometer. Dan kan ik aan die kaart zien. Ah, dan ligt het slachtoffer daar en dan kunnen wij heel snel maatregelen nemen. Zowel dat we zelf hulp kunnen bieden, maar we kunnen ook een ambulance aansturen om zo snel mogelijk te plaatsen te zijn om het slachtoffer uit de bossen te halen. Dus dat is ook aan de veiligheid is ook gedacht. We hebben hier ook EHBO-tassen. Ook als er hier iets gebeurt, zijn we natuurlijk ook meteen, kunnen we meteen ingrijpen. Nou, verder hebben we nog gedacht aan materiaal en aan pech met de fiets. Henk Kuipers, onze huisfietsenmaker, die staat bij paviljoen De Kriekenbut, dat is de pauzeplaats. Die staat daar fietsen af te spuiten zo nodig. Maar ook als mensen bijvoorbeeld een ketting gebroken hebben of andere materiaalpech, daar repareert hij dan ter plaatse. Dus dat is ook een service die wij erbij hebben. Ja. Niet te vergeten, het jubileumjaar. Ook een hartstikke mooi item. Volgend jaar hebben we een jubileumjaar. En dat bestaan wij 40 jaar. Wij willen niet alleen maar die 40 jaar vieren in ons eigen clubje, maar wij willen die ook uitdragen naar buiten. Zo staan wij op de braderie dit jaar. Proberen we onszelf te promoten. Op 16 augustus organiseren wij ook een tandemtocht voor visueel beperkte mensen. Mensen moeten dan wel zelf de tandem meenemen, maar de rest, de tocht en zo, wordt allemaal door ons geregeld. Dus als mensen visueel gehandicapt zijn en hebben een tandem, ze willen graag meedoen, dan weten ze nou 16 augustus een tandemtocht.